Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder in België voor aflevering nummer 13. Maar heb je de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Je kan rechtsboven dit i'tje, klik erop en dan zie je de video verschijnen. Maar, het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Zeker weten doen voor meer wekelijkse Formule 1 content. Ik upload standaard career mode video's en binnenkort komt ook F1 22 weer eraan. Maar goed, nu gaan we lekker door met oude spellen en we gaan deze career mode afmaken totdat F1 22 er is. We hebben een nieuw contract gekregen van Virgin, $6,500, maar dat hebben wij geweigerd, dat vonden we te weinig. Klassement, 222 punten viel, 183 met Mark Webber. Dus we hebben een groot gaatje. Zeker vanwege die laatste race. Heb je die gemist? Gewoon even terugkijken. Zeker weten de moeite waard. Mijn teamgenoot nog 0 punten. Dus ja, dat is minder. En ook bij de constructeurs staan wij er goed voor. En Spa-Francorchamps, 13 ronden. 30%. Normaal doen we 20%. Maar Spa is wel een heel hele korte aantal rondes die we dan doen op 20%. Dus de 30% gaat dan in. Zijn we dan bij de kwalificatie. Flink bewolkt hier in Spa-Francorchamps. En nog de oude sponsoren. Rouge en Radion kan je niet flat out nemen hier. Want dan heb je gewoon een corner cutting en is je ronde gewoon weg. En net als hier flink onderstuur bij de auto. Dat compenseert onze rondetijd zometeen. Maar hopen dat hij goed genoeg is voor de pole position. De La Rosa rijdt voor ons. En wij passeren hem gewoon met gemak. Ik denk ook dat we bij deze ene run kunnen gaan doen. Want Button noteert een 1.57.3. Massa noteert een 1.56.4. Wat noteren wij zo meteen? Wij noteren een 1.52.7. En dat betekent ook pole position. Dan is het op naar de grote prijs van België voor career aflevering nummer 13. De baas is blij, dus dat is goed om te zien. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen voor de grote prijs. En dan zijn we aanbeland hier in België. Starten op pole position. 13 rondjes op dit circuit. Een lang circuit. Vandaar ook maar weinig rondes natuurlijk. Vettel op P2. Concurrent en titelrivaal Webber op de derde plek. Hopelijk kunnen wij vandaag weer stappen verder nemen richting die wereldtitel. Het zou wel vet zijn als we het kunnen gaan halen. Maar het wordt moeilijk op de intermediate regen natuurlijk hier. Zoals altijd, traditioneel eigenlijk in België de laatste paar jaren wat minder. Various upgrade paths taken by the team and details of each individual upgrade. En dat was dus R&D, dat ziet er heel anders uit dan in F1 22. 12e of daarboven moeten we gaan finishen. Quick car setup even doen voor de wet. Let's fire up the engine. En dan is het op naar de wedstrijd. The boss is expecting another podium finish this weekend. Think you can deliver? De baas wil opnieuw een podium finish zien dit weekend. De lampen zijn uit en we zijn onderweg voor de grote prijs van België. Wij vertrekken vanaf pole position. Vettel naar de tweede plek. Webber naar P3. Maar straks ver terug. We maken een klein foutje in Las Tours. En Vettel is ons al gepasseerd. Hetzelfde geldt voor Fernando Alonso. Dus twee plekken verloren. Webber komt eraan voor P3, maar wordt geblokkeerd. Geen goede start hier in Spa-Francorchamps. Moeten zometeen gelijk naar Fernando Alonso toe rijden. Vettel gaat al verdedigen ten opzichte van de Spanjaard.
Kunnen wij naar Alonso toeremmen? Dat is de vraag. Jazeker, dat kunnen we. Aan de binnenkant, buitenkant bedoel ik. Klein beetje geraakt elkaar, maar dat is geen probleem. De engineer zegt, pas op, anders beschadig je de auto. En Vettel aan de leiding in de grote prijs. Wij dus na P2 in de openingsronde van de grote prijs van België. Alonso op P3, Webber naar P4. Vettel neemt daar een andere lijn, moest daar ook even corrigeren. En wij zitten hier in de spray, zien hier helemaal niks. Kijken naar de buitenkant van Puhon en dat lukt. Jazeker, wel agressief bezig zijn. Dat mag ik wat minder, maar goed, ik moest er voorbij, vond ik. En we zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als wij nog steeds aan de leiding gaan, Di Grassi een plekje gewonnen. P23 van 24, maar goed, daar koop je geen brood voor. Vettel en Alonso en Webber op 2, 3 en 4. We hebben al gelijk een klein gaatje geslagen naar de 3 rijders achter mij. En nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. De regen is er gewoon nog steeds. Nog steeds intermediates eronder. 2/10 langzamer in sector 1. Maar we waren de auto daar bijna kwijt. Die curbzones zijn gevaarlijk hier op het natte wegdek. Maar goed, de auto mooi recht gehouden. En zo nog steeds P1 in handen. Zometeen ronde nummer 4 alweer in. Dan zijn er nog 9 rondes te gaan. Dus het ziet al aardig op. Als het zo eindigt, nemen wij verdere stappen richting die wereldtitel. Want Webber verliest alleen maar kostbare punten. Is op P4. En wij moeten dit zo slim mogelijk zien spelen. Wij gaan ook naar binnen volgens mij. De vraag is alleen wanneer. En wanneer gaat Vettel, Alonso en Webber naar binnen voor de intermediates? We zijn 1/18 langzamer. Dat is helaas jammer. Het gat naar Vettel is 2,3 seconden. Naar Webber zelfs 2,4. Sorry, Alonso is 2,9 seconden langzamer. Vettel was 2,3 seconden langzamer. Het zit even anders in elkaar. Even wennen aan het systeem. Maken een klein foutje bij de busstopchicane. Schieten een klein beetje door. Maar dat zou eigenlijk geen grote gevolgen moeten hebben voor onze wedstrijd. En we zitten in ronde nummer 4. Iemand gaat naar binnen. Binnen de komende rondes, zegt Rob. Ik weet niet wie dat is. Ik denk Vettel of Webber. Het is allemaal even kijken namelijk. En we zitten in ronde nummer 6 als de pit window open is voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan weer naar de intermediate. Het kan zijn dat we op het einde misschien naar de droogweerbanden kunnen. Want de regen gaat verminderen, dat zie ik ook op het wegdek. Het zonnetje komt tevoorschijn. We gaan een ronde langer door. We zijn 33.000 langzamer, dus de pace zit er nog in deze band. De linker voorband heeft het wel zwaar, dat zie ik rechts. Van mijn scherm, die is oranje, mijn linker voorband. En ik denk dat zometeen alle banden oranje worden. Volgens mij is Vettel en Alonso en Webber wel naar binnen gegaan, volgens mij. Weet ik niet zeker. Maar daar concentreer ik me eigenlijk ook niet zoveel op. Ik concentreer me gewoon op die wereldtitel. En zijn 1/10 sneller. Dus de pace in deze band is nog goed. Ondanks dat ze aan het weggaan. Ferrari heeft de droogweerbanden eronder gezet op Felipe Massa zijn auto. Dus dat willen ze gaan proberen. Kijken wat de pace daarop is. Ik vind het gewoon nog steeds te nat. Ik ga hier niet op een droogweerband rijden. Kijk maar, de band neemt gewoon nog heel veel spray op. Dus om naar de droogweerbanden te gaan lijkt mij niet slim. Iemand is 30 seconden achter mij. Ik weet niet wie dat is. Maken we een klein foutje, maar dat is geen probleem. Want hebben niemand voor of achter ons. We zijn 1/10 sneller in sector 2. En de engineer zegt, vergeet niet naar binnen in deze ronde.
Dat gaan we ook gewoon doen. We gaan daar voluit bij Blanchimont in zijn 6. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitten van de dag. Ik ga de gok niet nemen. En ga gewoon voor de intermediate. En we duiken naar binnen. Wat wordt de pitstoptijd? Dat is de vraag. En we krijgen de auto mooi afgeremd. 5 seconden. 5 seconden is de pitstop. Heel erg traag. En we komen weer terug aan de leiding in de wedstrijd natuurlijk. In ronde nummer 8 alweer. Maar er komt een droge lijn. Dat zie ik. De regen is ook opgehouden. Alleen nog maar spray wat er op de baan bevindt. En we zitten inmiddels in ronde nummer 13, want er is niet zoveel gebeurd. En het is helemaal droog. De regenbanden gaan eraan. Kijk maar naar links voor. We hebben er op P4. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in België. Vettel naar P2. Alonso op P3. En mijn titelrivaal op P4. Dat betekent weer belangrijke stappen richting die wereldtitel. We beginnen het tweede seizoenshelft uitstekend met een overwinning. Dit wordt onze 6e achtereenvolgende overwinning volgens mij. Dus dat is goed om te zien. Hopelijk kunnen wij dit ook volhouden in Italië. Maar eerst deze overwinning vieren met het team. En is het op naar de volgende wedstrijd. Kijken of we daar ook weer kunnen gaan winnen. Great drive! Great drive! You dominated the whole weekend. Paul and the race win. Fantastic! Een fantastisch resultaat, zegt de ingenieur. Wij winnen dus de grote prijs van België. Vettel naar P2, Alonso naar P3. Doet ons weer een uitstekende gunst, want Webber haalt het podium niet. Dat betekent dat wij de voorsprong weer vergroten naar Mark Webber. Ongelooflijk. Hamilton 5, Massa 6, Kubica 7, Soetel 8, Schumacher op P9. En Button pakt het laatste punt. Rosberg weer niet in de punten. En ja, die Grassi ook niet in de punten. Teleurstellend van mijn teamgenoot. Maar weer een overwinning. Weer een overwinning. Goed gedaan hoor. Uitstekend. Amazing! Simply amazing win! That's equal Mansell's personal record for wins in a season. Really, really well done! Fantastic! Volgens mij evenaren wij Mansell met een aantal overwinningen in een seizoen. Ik weet niet hoeveel er dat zijn, überhaupt. Maar ik denk veel. Maar wij gaan ook dik aan de leiding bij de coureurs. Jazeker, 247 om 195. Goed gedaan. Dus we moeten alles maar zo door blijven gaan pushen voor de wereldtitel. En constructeurs, ja, klimmen dichter bij McLaren. 12 punten is het gat. Dus dat kunnen we overbruggen in Italië, hoop ik. Hey legend, we've had some great news. A few teams have come in with offers for you. We should take a look at them when you have time. Aantal contracten dus, die binnen zijn gekomen. Maar goed, dat geeft niks, want wij gaan daar niet naartoe. Ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike deze video, dan vertel me waarom je het leuk vond. Weet trouwens nu op mijn kanaal weer meer wekelijkse Formule 1 content zien. Abonneer gewoon voor meer en schakel ook dat belletje aan, zodat je enkele aflevering van mij mist. Kom ik even op de sociale media, @JillandsRaven op Instagram en Facebook. Maar vooral abonneren, abonneren, abonneren. Zo simpel kan het zijn, gewoon doen. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video van F1. Content, natuurlijk, je boy zegt gedag. Tot ziens.